staan hier in Hatmebroek bij de Noord-Veluwe Boys. Voetbalveld, maar hier wordt alles behalve gevoetbald. Wij zijn een jeugdsoos die elke woensdagmiddag los is. Om de kinderen eigenlijk een beetje een sociale plek te geven waar ze zich kunnen vermaken. Waarom in deze kantine van de Noord-Veluwe Boys? Nou, de Noord-Veluwe Boys stelt het voor ons beschikbaar. Wij mogen hier dus ook gebruik van maken. Dus elke woensdag gezellig met elkaar samen kunnen zijn. We voetballen, we darten. Dat is het eigenlijk. Ja, waarom ben je tot dit initiatief gekomen? Het was vorig jaar januari. Toen was jeugdcentrum Sles eigenlijk opgeheven. En ik zag dus wel een paar buurkinderen in de buurt die eigenlijk nergens terecht meer konden. Ze hadden een beetje op straat te zwerven. En eigenlijk ben ik zo eigenlijk bij terechtgekomen om wat leuks te organiseren. Dat doe ik samen met wel twee andere vrouwen. Dat doe ik met Annette van Dijk en Brigitte van Pijkeren. En wij proberen dus echt wel wat voor de jeugd te doen. Evenementen te houden, van alles wat. Het is hier een lawaai van je welste, dus er is genoeg animo voor. Was dat in het begin ook al zo? We hebben een hele vaste groep. We begonnen echt met een klein groepje, maar die hebben mij nooit laten vallen. Ook omdat heel veel kinderen moeten trainen, voetballen. Maar deze groep bleef... Wacht even, die hebben jou nooit laten vallen, maar je hebt hun niet laten vallen. Maar het is denk ik nog wel een georganiseer zo. Ja, maar ja, dat doe je met liefde. Als kinderen plezier hebben, heb ik zelf ook. En dat denken de andere vrouwen gelukkig ook net zo over. Dus... Dat ik toch even gezegd hebben. Ja. Dat is wel hartstikke aardig. Ja. Maar nee, we doen het met plezier en je krijgt gewoon een ontiegelijke leuke band met de kinderen. Dus, ja. En wat is er nu aan de hand? Is er nu iets speciaals? Ja, we hebben nu een dat-toernooi georganiseerd. Kinderen hebben vakantie. In de wintermaanden zijn ze ook helemaal gek van dat natuurlijk. Van de zomer hebben we prijs gewonnen met de gemeente. Dat heet de Vonk van Oldebroek. Zijn we tweeders geworden, hebben we een cheque van €3000 gewonnen. Ja, daar waren we heel erg blij mee. Er zijn dus ook de dakborden voor. En dat maakt ook Noord-Veluwe Boys zelf gebruik van natuurlijk. Het is dus geven en nemen. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En de kinderen zijn hartstikke blij ermee. Ja, en ik zie wat kinderen met shirtjes, jij loopt met crew erop. Ja, we hebben de jongens met de witte shirten, die zijn echt, ik noem ze de harde kern altijd. Hebben ook heel veel verantwoordelijkheden. Staan woensdag heb ik ook kantinedienst, helpen met opruimen, dat ze ook dus eigenlijk een verantwoordelijke taak krijgen. Die zijn dus eigenlijk van begin af aan er al. Die hebben dus ook een naam op het shirt staan. Dan heb je de groep die erna komt, die hebben de zwarte shirten van de crew. En die zijn na die tijd gekomen, maar die hebben dus ook de verantwoordelijke taken al. Dat ze ook andere kinderen terecht kunnen wijzen op hun plichten eigenlijk. Ja, dus eigenlijk wat je opgezet hebt, is goed geslaagd? Ja, ontzettend. Echt waar, perfect. We horen het hier. We gaan even een kijkje nemen bij de kinderen en succes verder. Dankjewel hè. Ik sta hier naast Mitchell. Mitchell, jij bent ook van de organisatie? Ja. Er kwam net iemand naar ons toe van, ik heb gewonnen. Maar wanneer hebben ze gewonnen? We hebben zeg maar pools gemaakt van alle namen zeg maar. En die houden zeg maar bij met de standen. En daarin tegenkomen we zometeen best of drie. En daaruit komt de eerste, tweede en derde plaats uit. Ze moeten dus heel wat voor doen voordat ze gewonnen hebben? Ja, heel wat doen. En hoe lang duurt zo'n potje ongeveer? 3 sets zeg maar. Dus je hebt 3 legs en daarvan wie de eerste 2 legs heeft gewonnen, dan. En die gaat dan schuift zo door. En nou wordt hier een darttoernooi gehouden, hè? Hoe spannend is dat voor jullie? Nou, we hebben dit wat vaker gedaan en het is altijd wel gezellig en zo. Met verschillende leeftijden ook. Ja, want wat voor leeftijden zijn er? 10 tot 12 en 13 tot 15, nu met darten. En jullie doen nu ook mee? Ja. Hoe staan jullie ervoor? Ja, ik heb net de eerste wedstrijd gewonnen. Jullie hebben gewonnen. Zijn er ook bekers te winnen? Ja, volgens mij kan je een waardebon winnen voor €25 en je kunt een beker winnen. Ja. En kunnen er nog leden bij? Ja, we maken altijd wel plaats voor leden die mee willen doen. Zouden jullie een oproepje willen doen? Nou, als kinderen hier heen willen gaan, gewoon heen komen. Het is hartstikke leuk. Je kunt hier darten en voetballen en gewoon naartoe komen. En kost het ook wat? Ja, alleen frituur. Je mag hier gewoon gratis binnenlopen, maar alleen frituur kost wat. Als je wat wil kopen of drinken of zo. Gratis ruilen, ja, dat wel. Maar... Oh, dus je kunt hier eigenlijk voor niks terecht? Ja. Het is ook hartstikke goedkoop. Ja. En heel gezellig volgens mij. Ja. Ik wil bedanken Mitchell Dijkhoff, Jan-Willem Bosman en Kimberly voor dat ze hier altijd zijn en dat ze helpen mensen en zo. Ja, want door hun kan dit ook eigenlijk allemaal voortgezet worden. Want die helpen Monique eigenlijk wel en dat doen ze volgens mij ook vrijwillig.
Ja, en daar zijn jullie heel blij mee. Ja, daar zijn we heel blij mee, ja. Jongens, ik bedank jullie voor je verhaal en ik zou zeggen veel succes zometeen. Dankjewel.